De relatie van René van der Gijp zou in zwaar weer verkeren. Hij staat op de voorkant van Weekblad Privé. Heel fijn. Ja. Ongelooflijk. En dat wij het zo goed met elkaar kunnen vinden, Bram. Dan ga ik deze zo even aan jou. Ik pak, nou, dit is toch goed. En ja, die staan op de voorpagina van Privé. En niet met goed nieuws voor de familie. Want ja, een huwelijk zou in zwaar weer verkeren, zoals je al zegt. En volgens bronnen die dat ons vertelden, is er nog wel wat meer aan de hand zelfs. En die waren wat stelliger en zou het huwelijk zelfs al over en uit zijn. En het feit dat het er vanavond met geen woord over ging bij VI, dat geeft misschien wel aan dat er het heel gevoelig ligt bij René. En dat zag je de laatste weken eigenlijk ook wel een beetje. Dat hij, er was wat. Volgens sommigen zat hij in blessuretijd, was hij moe. En ik kan me voorstellen, als je thuis net zoveel problemen hebt als op het werk, dat spanningen hier op een gegeven moment te veel gaan worden. Nou, hoe komt dat allemaal? De bronnen die zeggen dat ze gewoon na 4 jaar huwelijk het allemaal een beetje op is. Ze hebben er allebei een beetje op gereageerd. Maar ja, het is pas een huwelijk wat 4 jaar bestaat. En het begon allemaal nog wel zo vrolijk en gezellig. René van der Gijp neemt in 2017 zijn nieuwe liefde Minouche voor het eerst mee op de rode loper van het Gouden Televisiering Gala. Een mooie vrouw aan jouw zijde staan. Wie heb jij meegenomen? Mijn vriendin. Ja. Heerlijk. Ja, ik had mijn vriend ook mee kunnen nemen, maar dat is wel een beetje... Maar hij loopt niet te hard van stapel. Het samenwonen wordt nog even uitgesteld. Ik heb die klein in huis en... Ik heb maar 2 slaapkamers. Na een paar jaar gaat René voor zijn Minouche op 1 knie. Wij gaan gewoon een strandtentje afhuren. En dan doen we het daar met een mannetje of 100, 150. Ik heb geen idee hoeveel er komen. En is het dan dat jullie dan ook samen gaan wonen? Want jullie wonen... Nee, dat denk ik niet. Ik heb mijn werk. En weet je, zij heeft eigen dingetjes. Een vrouw gaat niet met mij 3 uur naar de tv zitten kijken om naar Ajax te kijken. In 2020 geeft het bruidspaar elkaar dan het jawoord. Ja, blij. Nee, zo'n grote lach. Nee, maar ik ben altijd blij. Hoe bevalt het getrouwde leven? Ja, we hebben het nog steeds prima naar ons zin. Maar ja, het zou ook wel gek zijn om na een half jaar te zeggen... we zijn er echt helemaal klaar mee, weet je wel. Alles lijkt roze geur en maneschijn. Ondanks alle hevige spanningen waar hij op zijn werk mee te maken krijgt. Wij krijgen echt irritatie over dingen die een kind van 3 bezighoudt. Hè? Dat ik naar huis rijd, dat ik denk... Waar gaat dit over? Ik ga naar huis. Begin deze maand, als Johan boos wegloopt uit de uitzending bij VI... benadrukt René dat hij ook wel eens met iets uit zijn privéleven zit. Ik heb heftigere dingen meegemaakt dit jaar. Daar is dit programma echt dit bij. De dingen die ik meegemaakt heb dit jaar, daar is dit programma echt dit. Dat is nog niet een fractie van wat ik dit jaar heb meegemaakt. Vandaag brengt Privé dat René en Minouche niet meer samenwonen. Ja, hier inmiddels... staat de techniek inmiddels niet voor niets. Dus ik het wil is net allemaal zeggen, opgelost. Houd je touwtje, BV, ja, maar heeft het, het weer gered. Goed, dit is een serieuze zaak voor de familie en de kinderen die erbij betrokken zijn. En voor René natuurlijk. Hè. Die had nieuw geluk gevonden bij deze 15 jaar jongere Minouche... nadat zijn vorige vrouw overleden was, de moeder van zijn zoon. En ja, ze kenden elkaar al heel lang en ineens vonden ze elkaar. En ze vrij snel getrouwd. En je zou zeggen dat zij wel genoot van het leven aan de zijde van René van der Gijp. Want ja, ze zoekt zelf regelmatig de publiciteit... Ze is heel erg actief op social media. Maar ja, het programma dat trekt wel een wissel op alles en iedereen. Maar even, jij spreekt al een beetje in verleden tijd. Maar is dat al zover? Nou, de bronnen die ik gesproken heb van de week... en mijn collega Edwin Bredius ook... die zijn er wel van overtuigd dat er meer aan de hand is... dan zij vandaag zeiden. Toen ze onder andere reageerden via Instagram... zoals sommigen weten heb ik altijd mijn eigen huis aangehouden. Dat ik me daar wel eens terugtrek is geen geheim. Ik vind het ook een luxe dat we die mogelijkheid hebben. En in ieder huwelijk... is wel eens irritatie of zijn ruzies. En vervolgens gaat ze door wat dan VI allemaal teweeg brengt. Voornamelijk de druk om elke dag weer goed te presteren. Het maakt een prikkelbaar thuis. Die periode kies ik er wat om wat vaker in mijn eigen huis te blijven. En ze benadrukt dus dat het een luxe is dat ze 2 huizen hebben. En ja, we weten ook wel eens uit interviews en uit uitspraken van René... dat hij heel graag ja, eigenlijk op zichzelf is. Tot heel diep in de nacht sportwedstrijden, programma's kijkt. En dat zie je ook wel de volgende dag. Want heeft hij eigenlijk... alle talkshows en alles wel gezien. Ja. En ja, als je dan eindelijk thuis komt na zo'n uitzending... en je gaat nog eens dat doen, dan snap ik dat je als vrouw wel eens denkt van... ik ga maar eens ergens anders
Evert, wat vind je ervan dat ze er geen aandacht hebben besteed in hun eigen show? Nou, dat geeft wel aan hoe gevoelig het ligt. En we werden gisteren, toen wij zo'n commentaar vroegen, erg overvallen door het nieuws. De eerste reactie van René was van bel Minouche maar. Dat deden we, maar ineens waren ze allebei in gesprek. Dus toen is er overlegd hoe ze dit samen naar buiten zouden brengen. En ik denk dat het hem heel erg emotioneert. Gewoon omdat hij moe is, geïrriteerd is door alles wat er gebeurd is. En dat fragment wat je net zag aan het einde van de instart. Dat hij ook zei, wat er tussen Johan en Wilfred gebeurde, dat is maar zoiets vergeleken bij waar ik allemaal middenin zit. En we weten dan wel waar hij op doelt, maar onder andere op dit. Dus ja, er is gewoon veel aan de hand. En ik kan me dan ook voorstellen dat je live op tv vanavond nog even denkt van, ik ga het er maar niet over hebben, want misschien schiet ik wel vol. En dat lijkt me nou ook weer niks voor René. Denk je echt dat het dat is? Dat hij uit emotionele overwegingen er niet over praat? Wat denk je zelf dan, Bram? Nou, ik denk dat ze de anderen altijd de maat nemen. En als het hem over hemzelf gaat, dat hij er zwijgen toe doet. Het is wel opvallend dat het over alles en iedereen gaat, behalve over jezelf. Nou, dat is zeker zo. Dat is mijn pointe. Maar ja, dat is weer het voordeel als je een programma maakt en je zelf bepaalt wat erin zit en wat niet. Dat hebben wij niet, hè? Dan heb je die keuze. Nee, dat hebben wij niet. Nee. Maar goed, dit wordt zeker vervolgd. En bij de reacties die ze vandaag gegeven hebben, daar zal het niet bij blijven de komende dagen. Ach, Reneetje. Ja. Het kan ook een adempauze zijn. Is dat uitgesloten? Dat je even nou, zegt die hadden ze al door anderhalf jaar apart te wonen. En het zou nu één fase verder gaan, juist. Ja.